25 pils. You better go get a head.
Ja,
meegewerkt. Ik moet wel vaststellen of de benodigde getuigen aanwezig zijn. En merk daarmee op dat deze minstens de 18-jarige leeftijd bereikt moeten hebben. Wat sinds kort de leeftijd is dat een mens zijn verstand krijgt. Op prins Aalten Eerste, maar die heeft een virus. Maar die heeft een vervanger, wie was dat? Mark Verhoeven. Kijk, Mark Verhoeven, daar staat hij, mooi zo. En verder Toontje de Klepper, maar die doet het al voor de tweede keer, dus dat zit wel voor elkaar. Daar de meerderjarigheid van het echtpaar door de aangehouden verordening buiten kijf is, behoeven verder geen toestemmingen verleend te worden. Ik moet jullie thans enkele verplichtingen voorhouden die het welslagen van deze verbintenis bevorderen. Jullie daarom om dit aan te horen opstaan. Van jullie zetels en elkaar de linkerhand geven, dat die het dichtst bij je hart is. Dat is links, ja. Als je zo voorstaat, dan is het links, ja. Linkerhand zit het dichtst bij je hart, ja? Ja, snap ik. Nou, nemen jullie elkander aan als boerenechtelieden. En beloof je getrouw samen koeien te melken, te zorgen dat ze niet te veel melk geven, daarna die mak van minister Braaf, de varkens tenminste, waarbij je iedere avond moet zorgen de achteruitgang van die varkens dicht te plakken met een pleister vanwege het mestoverschot. Komt er alsnog en morgen te veel mest vrij, dan kan je in verbinding stellen met Henk van der Linden, want die heeft mooie groepen ver op de bakken. Beloven jullie. Even luisteren, want je wordt getrouwd, Willem. Beloven jullie, ondanks deze beperkende maatregelen, geen zuur gezicht te zetten, omdat dit een verdere verzuring ter gevolge kan hebben? Belooft Willem op tijd thuis te zijn en niet te lang te blijven plakken? Ja, dat zal ik wel. Daar dit bij thuiskomst blessures. Daar dit bij thuiskomst blessures ter gevolge kan hebben, waar hij toch wel zo gevoelig voor is. Ja. Ik begrijp hem volkomen. Willem, beloof je verder het zingen van levensliederen en te beperken en deze alleen te laten horen in de stal? Misschien vinden de koeien het mooi. Deze boeren echt verbintenis de avond zal halen. Zullen jullie
en beide de cadeaus in ontvangst kan nemen en met ons zou kunnen genieten van de geneugte des levens als daar zijn. Roggebrood, zult, gehakt, bruidstranen en jenever. Vanuit de gefeliciteerd. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven, de koningin. Yeah.
Kartoffel mij. Het is breekbaar dit, hè? Oh, yes, nee. Het is thuis aan het oefenen, je keel te besmeren en anderen is voor zijn achternaam af te leren. Zou dat nou zijn? Kijk, dat is mijn groep. We zullen die achternaam wel eens afleren. Daar ga ik vanuit. Afgelopen zondag, wij waren te laat. Is niet expres gebeurd. Nogmaals onze excuses. Chinezen kunnen blijkbaar sneller jonger maken als eten. Dat is het probleem. Namens Prins Ad de eerste. Ik spreek namens Prins Ad. Hij heeft zwaardeziekte. En niet alleen omdat er een virus heerst. Luisteren. Niet alleen omdat er een virus heerst, maar omdat wij afgelopen zaterdag meneer Siso op een zijspoor hebben gezet. Jullie gaan hem weer van stal halen om getrouwd te willen worden. Er wordt over gedacht om dit huwelijk niet geldig te laten zijn. We gaan erover vergaderen. Ik begrijp dat dat voor jullie niet zo leuk is, want ja, je hoopt... Blijf hem even staan. Dat wordt over vergaderd. Ja, het is nog niet zeker. Maar ik begrijp dat voor jullie de basis van geluk is dan misschien een klein beetje weg. Dat denk ik ook. Maar er gebeuren nog wel meer dingen, denk ik. Waardoor het geluk nog af en toe wel eens op het kantje zal aanleggen. Daar hebben we wat op gevonden. Als jullie nou in Breda is een instelling... Dan kun je met al je huwelijksproblemen terecht. Als jullie nou iedere avond gaan slapen op dit kussen, dan weet ik zeker dat je het probleem niet eens krijgt, want je wordt er iedere keer aan herinnerd. Maar heb je het wel, dan weet je gelijk het nummer wat je moet draaien. Heel veel geluk. Maar nou is het zo, in mijn dorp is het zo dat bij iedereen die is gaan trouwen, wat aanbieden, want vandaag heb ik die tijd. En aanstaande nacht misschien ook niet. Helemaal niet. En dan moet er morgen nog het zo weg, en dat kan je. Daarom heb ik gedacht voor jullie eens wat aan te schaffen. En dan moet eens even kijken wat ik in mijn knap zet te hebben zitten. Zo, goedemorgen. Ja, dan begint je met een boterhammetje. Ja. Ja. En als je nou op dat boterhammetje, dan lust hij graag zult op. Ik ook, s'morgens van vroeger. En dan, ja, s'middags krijg je ook wat, ja? Want hij moet gaan werken, hè? Hij moet zijn stukken zak maar nemen. Dan krijg je wat herpers van mij. Ja. Die hoort erbij. En dan weet ik niet wat voor groente dat je bij lust, maar ik kan er van alles bij zitten. En dan praat je. Een peer, ook nog juinen, ja, goede grote juinen, die zijn wel goed hoor, ja, een rooi kooltje, jezus mina, oh, je kan ook nog snack koken, kijk, je hebt er de soepkrant en mee, een worst erbij, ja, dan moet er ook zo'n knol in, hoe zoen we een knolcel erin, ja. En hier heb je de herten voor de soep, ja? Ja. Ik heb er nog een witte kooltje, er kan geen eind aan. Kijk, en een stukje spek. Moeten wij dat allemaal morgen opeten? Dan kan je morgen heel de dag over doen, naar de tijd heb je tenminste. Ja. Kijk, die horen we, hey, er zit nog wat in. Ik hoor nog wat. Nog een paar kippenpootjes, vooruit maar. Het kan je niet op, hè? Kijk, daar zijn we nou gemeente zo, hè? Op het boerenlaan. Dat iedere buur mekaar zo'n beetje helpt, hè? Ja, en puur natuur, recht uit de hoofd. Ja, dat op het land. Ja. Maar gewoon... Ik zou zeggen, nog heel veel gelukkige jaren. Nou, ook namens de slaapkop, hoor. En ook namens mij natuurlijk. Hartelijk bedankt voor de goede cadeaus.
mij nog niet meer tuffen. Namens het Kliekske en tante Jo nog wat te vertellen. Best prijspaar. Ik kan altijd praten, maar dat geeft niet. Ik wou me eigenlijk wel even aansluiten bij Geerte. Maar jullie, hij geeft jullie wel dat eten. Maar zij komt 's morgens niet uit bed. Want dan zagen wij vanmorgen wel een groot bord voor het beschuit. Kom ik eruit. Dan moet je eerst naar de Pagro. En dat is toch wel een eentje veel lopen, denk ik. Nou, dan zal ik je dan wat geven. Dan komt 's morgens nog het zeker eruit. Van het Kliekske. Dank je wel. Dat ze tot nu toe allemaal gehad hebben die in ieder geval per se het woord wilden hebben in eerste instantie. Laat ons eerst maar wat nuttige en lekker naar de muziek luisteren van Da Oerkes, dames en heren. En toen dacht ik bij mijn eigen, als die twee dreigen zo makkelijk bedenken, dan zullen ze ook wel eens een keer een verschil van mening hebben. Ja, maar dat hebben we allemaal, dat is nou ook alweer niet zo waar, hoor. En wat gebeurt er dan, als je niet goed met elkaar vinden kunt, dan zeiden of niks, maar of gezegd fust te veel. En om dan tot rust te komen, dan denkt de bijwijk, laten we nog maar eens samen een bakje koffie zetten. Of niet dan? Dat doen jullie dan nooit, dat doen wij altijd wel.
Bij ons is dat stilte voor de storm al weg wat we zijn. Hey Jos, dan zeggen we niks meer, hè? Totdat de koffie gezet is. Daar komt het gauw los voor mensen. Dus ik denk, nou, weet je wat? Nou moet ik weer even mijn spiekbriefje pakken. Laat ik voor die lui nou eens een extra bakje meenemen. Voordat ik het niet meer ziet zitten. En dat het bekend ook niet meer tuffen kunt. Dat is van of het toe wij je stilhouden. Dan worden we een mond ook zo droog van. En dat het veel te veel wordt. Ja, dan heb je een hoop natuurlijk in het tuffen maar over. Hè. En dat het dan een lekker bakje zit. Nou, dan wordt dan alles weer zo goed. Dus ik zou zeggen, heel veel succes. Hey, maar hoe moet dat nou met die reserve vent van jou? Die ga je emigreren. Ja, zo kom ik ook zijn. Hoor, die bakske, weet je waarom? Vroeger toen ik nog een klein meske was, toen woonde er net van ons thuis een heel overroken en die heette Pietje, oftewel Petronella. En dan waren we toch een schat van de mensen en de mensen gaf alles weg. Ik kreeg, nou is de mensen al heel lang dood, hoor. Maar ik kreeg van haar, vlak voordat ze doodging, kreeg ik kommetjes en schoteltjes van er. En die heb ik ook allemaal bewaard in een doos zitten en daar staat op reserve kommetjes en reserve schoteltjes. Dus ik heb er gisteren wel goed over nagedacht. Zeg het toen, zeg het later. Dat is het motto van je gasten. Zijn gisteravond geweest. En toen dacht ik, gewoon doen. Dat is toch gemakkelijk zat, zeker? Gemakkelijk zat, kom uit staan beschaat. Was het hier? En toen dacht ik, ik heb het glad niet verkeerd gezien, ik pak dat gewoon en ik neem het mee. En ik heb de kleur roze genomen, want dat is om de zak zoet houden. Dus ik wens jullie heel veel geluk, mensen. Dankjewel, ik ben zo dankjewel. Ik heb een jongens en dieren, het is vanavond een avond. Zeker, kijk, kijk.
Hij is een pet, die heeft niks leuk van, hè? Jacques Pet, zet hem op. Harry, je pet op, hè? We kunnen niet opnemen, hè? Jij eet gewoon niet mee, meneer de bakkers. Wat zegt u? Harry, we mee, hè? Bovenop het nieuws, wat er bij. Koud, hè? Hé, hey, Spoon, blijf staan. Sterk. En dan wat werk, ja. Spoon, Ik heb nooit meer de dijk in mijn hoofd te bewegen.
Tante. En Willem, wat kan je doen? Wat kan je doen? Ik kan de vrouwboekje gebruiken. Wat een waar is het nou, hè? Hey,
Ja, dat weet je toch. Ja, hoor. Hondenloos. Ik ben niet zo.